Welkom bij mijn eerste examenvlog van juni 2017. Vandaag is het maandag 5 juni en als je in mijn vorige video mijn tips om te plannen video gezien hebt, dan weet je dat ik vandaag ging beginnen met examenvlogs. Het is nu 2:30 en ik ben nu hier aan mijn bureau. En ja, ik heb deze voormiddag al 1,5 uur ongeveer geleerd. Voor het Nederlands ben ik trouwens nu aan het leren. Daar heb ik, ik weet niet wanneer, dat is mijn voorlaatste examen of zo. Ik weet het niet helemaal hoe. Ben ik dus voor aan het leren. Ik open ook pas nu de vlog. Ik weet niet waarom, omdat ik ineens dacht, ik moet mijn examenvlog beginnen. Maar goed, ik ben dus voor het Nederlands bezig. En daar ga ik nu ook verder aan werken. Ik ga nu een uur leren, of toch ja, ongeveer een uur. En dan ga ik daarna pauze nemen. En dan zie ik jullie in de pauze terug. Want ik ga niet vloggen terwijl ik aan het leren ben, want dan kan ik me echt niet concentreren. Trouwens, nog even een andere vraag. Marathon Radio op M&M is terug begonnen. En ik vraag me eigenlijk af wie er echt naar de radio luistert terwijl hij aan het leren is. Ik kan echt niet naar de radio luisteren terwijl ik aan het leren ben. Misschien nog net als ik samenvatting aan het maken ben, maar dat doe ik eigenlijk gewoon nooit. Ik luister eigenlijk alleen naar Marathon Radio als ik pauzeer of gewoon tussendoor als ik gewoon even niks aan het doen ben. Maar eigenlijk terwijl ik echt aan het leren ben of zo, dat lukt me eigenlijk echt niet. Ik vraag me eigenlijk echt af wie dat wel kan. Dus laat het even achter in de comments, want ik ben heel benieuwd. Het was toch langer dan een uur dat ik gewerkt heb, maar nu is het tijd voor pauze. Wow, ik ben zo donker. Ja, even een update. Ik ben nu met de laatste les bezig. Dat ik moet leren voor Nederlands. Allee, ik ben eigenlijk helemaal Nederlands aan het samenvatten. Dat doe ik eigenlijk altijd op voorhand. En dan ja, lees ik dat allemaal alles echt zo heel goed door. Zodat ik dat toch wel in een geheel wel wat ken. Maar als je, ja, als je samenvat, dan rond een of andere manier leert je dan toch ook een beetje. Dus ik ben nu met de laatste les bezig. En dan ben ik klaar voor vandaag, voor ja, wat ik eigenlijk wou doen. Maar dan ga ik op de computer nog iets voor Engels doen. Toen moesten ze zo'n hele brochure maken. Ja, maar dat leg ik straks wel uit. Nederlands is nu klaar. Ja, het is nu 4:55. Nu lijkt het echt dat ik zo vandaag super weinig gedaan heb of zo. Maar ik heb eigenlijk best wel hard geblokt voor mijn doen. Geblokt. Heel hard samengevat toch. Ik heb echt intensief samengevat, waardoor ik al probeerde zoveel mogelijk informatie al in mijn hersenen te steken. Ik ga nu eerst even ontspannen. En dan ga ik daarna... Waar is er mis met focus? Oké, blijf nu focus. Ja. En dan ga ik daarna nog wat voor Engels doen. En dan ga ik een video editen. Hey, het is vandaag woensdag 7 juni. En het is nu 2:15. En ik ga weer studeren. ik moest even iets in de vouwbak gooien. Ik ga dus nu weer leren. En ik wou dus super hard voor NW samenvatten. Echt zo intensief samenvatten. Ik was er al helemaal klaar voor. En ineens besefte ik dat ik vrijdag nog een redelijk grote toets heb van sociale wetenschappen. Ik heb dat in het weekend wel al samengevat. Dus moet dat enkel nog van buiten leren. Maar dat is dus wel een beetje een tegenvaller. Want ik wou eigenlijk echt wel voor aardrijks kunnen werken. Want ik wou dat eigenlijk vandaag klaar hebben. Of toch al een heel groot deel samengevat hebben. Maar daar moet ik dus eerst even mee wachten. Nu, sociale wetenschappen vind ik eigenlijk wel een heel leuk vak. En vind ik leuk om te studeren. En dat gaat meestal ook wel vlot bij mij, dat studeren. Dus ik hoop dat binnen op een uur toch helemaal in mijn hoofd te krijgen. Ook al is het redelijk veel. Maar ik heb ook natuurlijk nog morgen, want ik heb dat pas vrijdag. Dus ja, dat ga ik eerst doen. En dan daarna ga ik aardrijkskunde doen. Het is vandaag vrijdag 9 juni en het is nu 4:45. En ja, ik zit aan mijn bureau.
aan te leren. Normaal leer ik echt never nooit op vrijdag. Maar vandaag wel, want volgende week zijn het examens. En ik wil gewoon aardrijks kunnen af hebben, want oh, het is zo echt een frustratie dat dat af moet. En allee, die samenvatting, hè, dat dat af moet. Want ja, ik weet niet, in het weekend wil ik me vol een bak concentreren op NW en zo. En nog kleine dingen afmaken. Dus aardrijkskunde moet echt af. En ja, dan is het maar op een vrijdag. Dan moet het maar vandaag gebeuren. Ja, weet je, dan is het zo. Dus ik ga nu even aardrijkskunde afmaken. In principe is het eigenlijk niet meer zoveel, denk ik, dat ik moet samenvatten. Ik hoop dat op 2 uurtjes te doen. We gaan zelfs broodjes eten. Ja, gewoon even om te vertellen. Ik heb trouwens na het laatste, het vorige shot, dus woensdag, niks meer gevlogd. En dat komt omdat ik het een beetje uit het oog verloren was. En ik was echt gewoon, ja, ik was me echt aan het concentreren op leren. En ja, bij mij komt school ook op de eerste plaats. En ik had niet echt, ik ga het eerlijk zeggen, ik was het gewoon echt een beetje vergeten. Maar ineens dacht ik eraan, dus ik, ja, ik wil nog wel echt het examenvlog voortzetten. Maar goed, ik ga nu even stoppen met zwanzen. En ik ga gewoon aardrijkskunde doen, want ik wil het echt super graag af. En normaal hoop ik toch, zien jullie mij weer als het af is. Let's hope. Eén ding ben ik vergeten. Ik moet mijn beker nog even gaan vullen, want allee, ik heb echt, dat begint, oké, okay. Dat begint echt iets raar te worden, hè. Maar wacht, hè. Hopelijk, ja, zo een beetje. Ja. Ik moet gewoon echt drinken als ik aan het leren ben, want anders is echt, het is echt bijna een beetje, in mijn hoofd maakt al een combinatie een beetje. Studeren met water of drinken. Zo. Oh, daar kan ik wel meer mee. Ja. Beter. Het is, om heel exact te zijn, 7:07. En ik ben klaar met aardrijkskunde samen te vatten. Joehoe! Het heeft dus ongeveer iets meer dan 2 uur in beslag genomen om het nog af te maken. Maar ik ben super blij dat het nu klaar is. Ik ben het nu echt beu. Het is nog niet helemaal klaar eigenlijk. Maar dat komt omdat ik maandag nog een, nog een les aardrijkskunde heb. De laatste voor de examens. En ja, dan gaan we dus nog een nieuwe leerstof zien. En dat haat ik echt. Maar ja, we hebben vanaf Pasen tot nu heel weinig aardrijkskunde gehad. Omdat er heel veel maandagen wegvielen. Of we moesten ergens naartoe of zo. Dus we hebben heel weinig aardrijkskunde gehad. En daardoor ja, zijn we gewoon heel laat klaar met de leerstof en zo. Maar ik ben echt blij dat het klaar is nu. En ja, nu ga ik dus gewoon stoppen. Ik ga bij deze ook de eerste examenvlog afsluiten. Morgen vlog ik uiteraard ook verder, maar dat zie je binnenkort in een nieuwe vlog. Ik hoop dat je de eerste examenvlog leuk vond. Als dat was, doe dan zeker een duimpje omhoog. En als je op de hoogte wilt blijven van mijn andere examenvlogs of van andere video's, vergeet dan ook zeker niet te abonneren hier beneden. Ik wens jullie super veel succes met de examens en ik zie jullie snel. Doei!